Dat zwemmen in de Waal levensgevaarlijk is, bleek maar weer doordat er in de afgelopen periode verschillende mensen zijn verdronken toen zij een duik namen in de grootste rivier van Nederland. Schrijnend was de verdrinking van een 13-jarige Syrische jongen die kopje onderging door de sterke stroming van de rivier. De jongen was pas sinds een aantal maanden in Nederland en zat op het RSG Lingen College in de schakelklas. Opgeroepen wordt om onder geen beding te zwemmen in de Waal, maar een gecontroleerde zwemaccommodatie op te zoeken, zoals zwembad Groenendaal of de Belder Beach.